We hebben natuurlijk specifiek gevraagd om een comité-generaal, omdat je natuurlijk over de rechtelijke macht gaat praten. Een bepaalde respect moet er zijn. Dus de regering komt wel met een uitgebreid, we kunnen niet zeggen wat daar gezegd is, maar het grootste deel wat gezegd is vervat in de resolutie. En de resolutie is openbaar, dus dat zal heel binnenkort met de pers besproken worden. Maar er staat even. Pardon? President, kunt u blijven staan alstublieft? U maakt het moeilijk voor ons. Kunt u blijven staan alstublieft? Ja. Nee, maar ik ben op doorreis. Maar u was beloofd dat u met ons zou praten. Is de staatsveiligheid, wat is dat precies? De staatsveiligheid, is dat intern of extern? Bij zulke omstandigheden altijd een... Ik ga hier lopen. Gevaar aanwezig. En wij hebben natuurlijk de taak met z'n allen om dat niet zo ver te laten komen. Wat we gedaan hebben, we hebben in onze voorlaatste meeting hebben wij aangegeven dat er een oplossing moet komen in het geheel. Kijk uit, hè. En dat we de oplossing moeten zoeken binnen recht en wet en regelgeving. En de regering heeft dus op basis van dat denken, gemeen in samenspraak, veel overleg gehad, zoals u weet, met de ambassade, zoals internationale organisaties, politieke partijen enzovoorts, hebben wij gemeen de grondwet te moeten hanteren, de grondwet. En we weten dat rechters die hebben natuurlijk respect voor de grondwet. Men moet de motivering en de onderbouwing natuurlijk, die zijn belangrijk. En die zijn allemaal vervat in de resolutie. Ze zijn, zei het al eerder, het is openbaar. En wij gaan dus kijken op een gepaste wijze hoe we dit met onze gemeenschap kunnen delen. Zonder om heel specifiek te zijn wat in het comité-generaal besproken is. Dus ik denk op heel korte termijn, mogen wij morgen al, overmorgen moet even met justitie bekijken, dat we dan u echt te woord gaan staan. Op het ogenblik heb ik een paar afspraken, nu lopen straks. En vanavond. De mensen zeggen van, ja, die president, hij zegt zichzelf. Ja, er. Je hebt altijd minder en plus bij een oplossing. En dat moeten we dus respecteren als mensen dat zeggen. Wat is het gevaar voor onze staatsveiligheid geweest, meneer de president? Nou, wij gaan er natuurlijk alles aan moeten doen dat het niet zo ver komt. En dat we geen, met z'n allen uitkijken, dat er geen onlusten gaan ontstaan. We hebben land in de regio gezien waarbij er veel onrust gekomen is in de gemeenschap. En het is en blijft de taak van de regering om er alles aan te doen om samen die rust te garanderen. Want wat we nu nodig hebben is samen elkaar vinden met betrekking tot het uitvoeren van ons herstelplan. Dat is het hele eieren op het ogenblik. Heeft u ervoor gekozen om eerst u natuurlijk te informeren en daarna het parlement? Waarom? Nee, dat zijn de consultaties. Ik heb ook ABOP geïnformeerd, maar uiteindelijk de uiteindelijke outcome, daar moet je natuurlijk de DNA dan vormen. De andere sessie die ik heb gehad met de drie machten en andere, laten we zeggen, relevante functionele groepen in die gemeenschap, die hebben te maken met de consultaties. President, ik ben toch geïnteresseerd naar die machten waarover u het een aantal keren hebt gehad. Die zouden zorgen voor gevaar, externe machten, interne machten. Kunt u wat uitleggen, wie zijn die machten? Kijk, het zijn zaken dat die... Het zijn zaken dat... Je gaat niet direct beschuldigen aan de vingers. Je weet dat die zaken spelen. En ik heb geen behoefte om een
vinger te wijzen, dat land en dat land. Maar de krachten die zijn er. We moeten alles aan doen, die krachten geen vat krijgen op het geheel. We krijgen en, ook geen slapeloze nachten? Nee, ik denk dat de mensen die moe zijn, die zijn gaan rusten, denk ik. Ik zie ze niet meer. Heeft u moeite met die? De actie, ik heb geen moeite met dat. We hebben geen moeite met dat soort zaken, dat weet u. We hebben de mensen die acties afkondigden, de mensen die oproepen hebben gedaan, hebben toch allemaal de vrijheid gehad om. Dat is een goed recht. Wij moesten ervoor zorgen om samen te voorkomen dat er onrust gaat ontstaan in de gemeenschap. Even, ik moet hier links afslaan. Ja, president, maar toch ter onderbouwing van dat deel van staatsveiligheid. Ik zou toch graag willen dat u wat concreter die gemeenschap tenminste onderbouwd geeft. Wat is dat staatsveiligheidsgevaar? Wat zijn de externe krachten? U kan ons tenminste wat geven, toch? Laat me met de diensten praten om te kijken hoe ver we kunnen gaan. Welke diensten? De veiligheidsdiensten van de, okay. Die ter beschikking zijn van de regering. Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel.